Vandaag zit ik opgesloten in een horrormap van een kijker. Jongens, welkom bij deze nieuwe video. Robin en ik staan hier bij een geheime ingang. En ik denk dat het een soort kluis is, want wij spelen een horrormap van een kijker. Spannend! Ja, best wel. Hallo, ik ben Tristan. Welkom bij mijn horrormap. Ik heb er veel tijd in gestoken. Ik hoop dat je deze map leuk gaat vinden. Op de andere pagina staan de settings voor deze map. Dat gaan we even zelf doen. Nou, Robin, ik denk dat het dan maar tijd is om te beginnen. Er staat wel heel duidelijk niet betreden, maar zullen we maar gewoon betreden? We gaan betreden. We gaan betreden. Jongens, wat gaan we doen? Laten wij de geheime kluis ingaan van Tristan en kijken wat we hier kunnen. Oh, dit is oprecht best wel eng. Wow, dit is best wel creepy. Met die geluiden. Oh, hoor je dat ook? Oh mijn god, jongens. Die geluiden die jullie horen zijn er niet ingeëdit. Die horen we zelf ook. Oké, laten we even kijken wat de bedoeling is. De bedoeling is volgens mij dat wij ontsnappen uit deze bunker waar we in terecht zijn gekomen. En oeh, ik hoor helemaal kriebels van alle geluiden. Oh, zal ik het boekje even voorlezen? Ja. Welkom in de ingang van de bunker. Zoek de lever en plaats hem op het gouden blok om verder te gaan. Veel succes. Oké. Okay. Oh, mijn god, werd jij gejumpscared? Wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Kwam hij ineens uit of zo? Ja. Oh, je schrok je helemaal kapot. Oké, we moeten een lever vinden. Nou, die gaan we denk ik niet hierachter vinden, nee. En dan met die lever, die moeten we plaatsen op het gouden blok en dan kunnen we door. Er zijn buttons. Oh mijn god, wat is dit? Oké, dat doet niks. Kijk of we hem kunnen vinden, Robin. Overal zoeken. Oeh. Ook in de furnaces die op de grond zitten. Oh, wat een enge geluiden allemaal. Zit hij niet gewoon hierachter? Nee, heb ik ook al gekeken. Moeten we niet tegelijk drukken misschien? Oh, tegelijk drukken. Oké, 3, 2, 1. Nog een keer. 3, 2, 1. Oké, dat is het dus niet. Het is niet tegelijk drukken. Oh, ik moet nog steeds even bijkomen van dit. Je bent echt gejumpscared. Ja, dat is me nog nooit gebeurd in Minecraft. Nee, het is ook best wel gek. Dat zou je niet voorstellen dat het in Minecraft gebeurt. Oeh. Ik heb hem. Waar is hij? Oh, daarachter natuurlijk. Heb je hem? Oké, plaats hem maar op het gouden blok. Haal ik hem over. 3, 2, 1. Oh. Oh, daar ben je er doorheen. Oh. Ah, oké, nou laten we doorgaan. Laten we kijken wat we hier gaan vinden. Hier zijn dinges. Ik ga erop staan. Oh, een boekje. Hey. Bunker. Hallo, wat doen jullie hier in dit bunker? Jullie moeten hier zo snel mogelijk weg zien te geraken. Jaren geleden werd dit bunker... Het is toch deze bunker, of ben ik dan gek? Jaren geleden werd dit bunker gebruikt voor experimenten. De eigenaar van deze bunker ontvoerde mensen van straat, zodat hij hier hun DNA kon onderzoeken. Ze werden hier wekenlang opgesloten en kregen nooit eten of drinken. Het enigste wat ze konden drinken waren hun eigen tranen. Ontsnap zo snel mogelijk voordat jullie opgesloten worden. Groet onbekend. Oké, Robin, we moeten zo snel mogelijk ontsnappen. Doolhof vindt de lever in het doolhof. Oh, mijn god. Nee. Oh, het is donker. Vind de lever, Robin. Ik wil dit niet. Vind de lever. Oh, wat is het donker! Blijven we samen? Het is oprecht eng. Nee, we gaan gewoon los. Nou, blijf maar samen. Kom naar mij. Kom, volg mij. We moeten weer een lever vinden. Ik noem het nog steeds een lever, maar het is een lever, ik weet het. Oh, ik vind die pressie. Oh! Ik vind die pressure plates ook maar niks, hoor. Dit helemaal niks. Oh! Oh! Robin, blijf bij me! Er steekt wat over hier telkens. Oh, mijn god, wat een irritant eng dit. Oké, hierheen, hier is niks. Dan hierheen, hier is ook niks. Hierheen is... Gast, wat is het pikken donker. En elke keer dat er telkens weer zo'n mannetje tevoorschijn komt... Oeh, het is een doolhof, alleen... Ja. Wat was dat? Deed jij dat? Nee, gast, het is serieus eng gemaakt. Ik weet niet wat ik telkens ook hoor. Oh, daar ging er weer een heel snel voorbij. Af en toe komt hij ineens voorbij lopen. Wat kan Minecraft eigenlijk eng zijn? Ja, ik wist ook niet dat Minecraft zo eng kon zijn. Kan je ook niet sprinten trouwens? Nee. Dat maakt het alleen maar nog enger dat we ook niet weg kunnen rennen wanneer nodig. Wat moesten we doen eigenlijk? Ja, een lever vinden, alweer. Oh. We moesten weer een lever vinden. Ah! Ah, ik heb hem gevonden! Ik haal hem over! Ik heb hem overgehaald. Ah! Oh. Ik heb hem overgehaald. En nu? En dan? Weet ik niet. Moesten we terug? Ja, weet ik veel. Oh, wat is dit? Hey, wat staat hier? Abonneer. Ah, hoezo staat dat er nou tussen? Hoezo moet dat nou weer? Hier naar links. Hierheen. Ja, kijk. Wat stond er? Om door te gaan naar... Vind de lever in door of om door te gaan naar de volgende ruimte. Ja, maar die hadden we gevonden, de lever. Ik had hem overgehaald zelfs. Ja, maar ik hoorde een piston toe gaan. Misschien, wacht, we gaan er wel even nog een keertje heen. Ja, dat is goed. We gaan er nog een keertje heen. Kijk, hier zit... Hier zit hij. Nee. Oh, ja! Nu ging je wel. Ah, lekker, Melky. Melk, heb jij melk? Waarom heb ik geen melk?
Hier heb jij melk. Oh, ik heb melk. Oh, ik kan weer zien. Jongens. Oh, wat ontzettend fijn. Oh, wat moeten we hier nou weer doen? Wat is de volgende stap? Hey, jij daar. Vind je deze video nou leuk? Laat dan zeker even een duimpje omhoog achter. En laat eventjes in de reactie weten, wat is nou de allerengste film wat jij ooit hebt gezien? En abonneer ook zeker. Doei! Wat is dit? Een zaadje? Een lever? Wat, en een boekje? Ik lees het boekje wel. Leg jij het boekje maar even voor. Welkom in mijn gevangenis. Hier werden de mensen waarmee ik experimenten deed opgesloten. Ze konden maar één spel spelen om hun tijd te doden. Dit spel mogen jullie ook één keer spelen. Je moet de kip leiden naar de uitgang door middel van seeds. Als de kip op de pressure plate staat, worden jullie geteleporteerd naar de volgende ruimte. Haal de lever over om te beginnen. Veel succes! Oké, oftewel, we moeten dus met het kippetje... Maar waar is het kippetje? Heb jij die al gevonden? Nee, maar die wordt gespand waarschijnlijk. Oh, en we krijgen maar één kans. Ja, laten we eerst even de cellen doorzoeken. We krijgen maar één kans, hè? Is er gezegd. Ja, we krijgen maar één kans, zeiden ze, ja. Er zit niks in de cellen. Oké, nou, zal ik de lever overhalen dan? Ja, die hoor ik ook telkens. Komt-ie. Hoppakee, dat betekent dat hier het kippetje... Ja, hier is het kippetje. Ah, ik heb hier een seed. Oké, leid jij hem, leid hem. Naar de composter moet hij heen. Dat is hier. Hij moet helemaal hierheen. Waar? Ja, hierheen, volg mij maar, zo. En dan de bocht om. Ja. Dan hierheen, dan hierin. En dan hier het kippetje. Kijk. Ja. Oh, ja, we hebben hem. Oh, en ik vind deze kamer niet leuk. Ik vind deze kamer nu al niet leuk. Okay. Een boekje, ik lees hem alweer voor. Welkom in mijn bibliotheek. Door te kunnen ontsnappen uit deze kamer... Gast, deed jij die bel overhalen? Nee, echt niet. Ging die bel nou uit zichzelf? Ja. Zeg maar niet dat die bel uit zichzelf bewoog. Ja. Dat wil ik nog een keer zien. Hij doet het weer! Die bel beweegt uit zichzelf! Door te kunnen ontsnappen uit deze kamer moet je 3 flint en stiel vinden en de kaarsen aansteken. Als je dat hebt gedaan, gaan de ijzeren deuren open en kun je verder naar de volgende ruimte. Oké. Dus we moeten flint en... Waar ben jij? Oh, je bent daar. Flint en stiel maken. Oh, wat een rare, enge zombiehoofd. Ja, vinden. I guess. Vinden, maken. Weet ik niet. Ik ga even achter de dingen kijken. Hier, zo zit hier achter iets. Ja, dat dacht ik ook. Huh, niet eens. Ik vind al die geluiden heel leuk en fijn en rustgevend om te horen. Weer een bordje abonneren op Rick Vol. Gadverdamme. Oké, 1 flint en stiel heb ik gevonden. Waar? Daar, hij zat daaronder. Onder het randje. Kijk, hier misschien. Ze zitten sowieso in die dingen hier. Ik heb een kaarsje aan dan. Ik heb hier er nog één gevonden. Ja? Ja. Oké, zal ik er vast eentje aansteken? Ja. De 3 kaars, die staan hier. Komt, ik doe wel de linker. Oh! Ik doe er ook eentje. Oké. Waar is die andere? De rechter, hier. Hier de rechter, ze zitten naast elkaar. Zo, ja, en dan missen we er nog... Oh god, dat ging precies met die bel. Dan moeten we er nog eentje. Waar is de laatste flint en steel? Ik heb hem! Waar zat hij? Hij zat hierboven. Ah, kijk, oké, steek hem aan. In 3, 2, 1... De deur is geopend, Robin. We kunnen doorlopen. Oh god. Oh nee, de lichten knipperen weer. Wat is dit nou weer voor puzzelkamer? Oh mijn god. Hey, dat lijkt wel Vecna's klok van Stranger Things. Oké, wat moeten we doen? Lees jij maar weer het boekje voor deze keer. Welkom in de experimentenruimte. Hier werden mensen naartoe gebracht om onderzocht te worden. Vind de 4 boekjes waar de codes in staan om de levers juist te zetten. Oké, dus we moeten 4 boekjes vinden. Het is gewoon weer een beetje eerst even zoeken. Prima, ik klik even op een knopje hier en daar en weet ik wat allemaal even testen. 4 boekjes maar. Nou, dit is te doen. 4 boekjes vinden. Oh, ik denk hier. Oh, waarom zijn die geluiden telkens zo vervelend heen? Wat doe je? Hou op. Ja, ik heb er eentje. Lever 1 en 3. Oh ja. Heb ik gevonden. Ik weet ook echt wat 1 en 3 is. Oh, hier is sowieso ook nog eentje. Ja, levers. Ja, tuurlijk wel. Je begint gewoon links. Dit is 1, 2, 3, 4. Dus lever 1 en 3 komt. Nee, lever 10 en 12. Oh, lever 1 tot en met 3. Ah, oké, komt ie. Lever 1 moet naar beneden. Zo. Lever 2 omhoog en lever 3 naar beneden. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb 7, 8, 9. 7 omhoog, naar beneden. 12 naar beneden. En 9 ook omhoog. Oké, zo. Dus dan hebben we alleen nog maar 4, 5, 6 nodig. Ja. Nou, die gaan we vinden. Ja. Ik heb daar vertrouwen in. A few moments later. Robin? Ja. We zijn inmiddels al een tijdje aan het zoeken. Ja. En ik kan hem niet vinden, maar het gaat om de laatste. Die kunnen we die dan niet gewoon een beetje gewoon gokken zoals dit? Oh, hier, kijk. Oh. Hier, hoppa. Ik zei het toch, gewoon een beetje gokken. Ja, dat heb ik goed gedaan, hè. Oh, we hebben het gehaald. Je hebt het gehaald. Hopelijk vonden jullie deze map leuk. Bedankt om mijn map te spelen. Robin, ik vond het wel een hele leuke horrormap. Hij was een beetje kort, maar we hebben de geheime bunker ontsnapt van de kijker. Robin, wat vind je ervan? Nice. Ik vind als mensen vaker horrormaps of iets maken, vind ik wel leuk. Ja, hè? Die jumpscares en zo, ik vind het echt wel leuk.
Alleen ja, ik schrik snel. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het is waarschijnlijk een redelijk korte video, maar ja, de map was wat korter. En wij hebben ons best gedaan. Zij heeft ons best gedaan. Dus laat allemaal nu je cijfer achter in de reacties. Zeg maar wat je ervan vond. En dan nu dank jullie wel voor het kijken in deze video. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Pwah, kijk nu lekker deze video, want dit is ook een map van de kijker. Hele leuke. Ik zou hem gewoon kijken, gewoon een aanrader. Reageer even. Bami schrijf onder deze video. En dan weet ik dat je vanaf deze video bent gekomen. En nu spreek ik laat glaasje water. Tot ziens. Flesje bier, tot de volgende keer. Doei.